crosstrainer. De crosstrainer is een van de meest effectieve fitnessapparaten voor thuisgebruik. Met de crosstrainer traint u uw bovenlichaam en uw onderlichaam in één workout. U zult daardoor snel afvallen en uw conditie verbeteren. De trainingsdoelen van de crosstrainer zijn afvallen en vetverbranding, kracht- en conditietraining, versteviging van alle grote spiergroepen. Waar moet u op letten bij de aanschaf van een crosstrainer? Het weerstandssysteem. U kunt kiezen uit een handmatig of een elektronisch verstelbare weerstand. Bij handmatige verstelbare weerstand draait u aan een knop om de weerstand zwaarder of lichter te maken. Bij elektronisch verstelbare weerstand controleert u de weerstand via een display. Het voordeel van een display is dat u kunt kiezen uit vooringestelde programma's. Het display. Op het display leest u uw trainingsgegevens af, zoals bijvoorbeeld uw snelheid, afstand en tijd. De luxueuzere displays tonen meerdere trainingsgegevens. Zo wordt het verloop van uw trainingsprogramma door middel van een grafiek in beeld getoond. De trainingsgegevens zijn tevens duidelijker afleesbaar bij de luxueuzere displays, doordat de gegevens in verschillende kleuren worden getoond. De plaats van het vliegwiel. Er zijn duidelijk twee verschillende type crosstrainers, namelijk crosstrainers met het vliegwiel aan de voorkant of aan de achterkant. Bevindt het vliegwiel zich aan de voorkant, dan is uw training meer vergelijkbaar met een langlaufbeweging. U beweegt uw benen dan meer horizontaal. Dit type crosstrainer neemt meer ruimte in beslag en treft u meestal in een sportschool aan. Zit het vliegwiel aan de achterkant, dan maakt u met uw benen een veel rondere omwenteling. Deze beweging wordt vaak als zwaarder ervaren. Dit type crosstrainer neemt minder ruimte in beslag. Het gewicht van het vliegwiel. Een vliegwiel creëert een swingmassa wanneer hij ronddraait. Hoe zwaarder de swingmassa, des te zwaarder zal de maximum weerstand zijn. Ook zal een zwaardere swingmassa zorgen voor een meer vloeiende trapbeweging. Een vliegwiel met een swingmassa van 18 kilo is voor een crosstrainer een gemiddeld gewicht. De swingmassa van het vliegwiel treft u aan bij de specificaties van elke crosstrainer op onze site. Verstelbare lengtepas. De lengtepas is de grootte van de omwenteling die u met uw benen maakt. Een zo groot mogelijke lengtepas zorgt voor een intensievere training en een sneller trainingsresultaat. Bij sommige crosstrainers is de lengtepas verstelbaar in verschillende lengtes. Daardoor kunt u de lengtepas voor verschillende gebruikers aanpassen aan hun lichaamslengte. Verstelbare pedalen. Bij sommige crosstrainers kunt u de pedalen in verschillende standen verstellen. Het verstellen van de pedalen gebruikt u om de crosstrainer aan te passen aan de lichaamslengte van de gebruiker. Een kleiner persoon zal de pedalen zo ver mogelijk naar voren plaatsen, zodat hij beter met zijn armen bij de armgrepen kan komen. De stabiliteit. Des te zwaarder de crosstrainer, des te stabieler is de crosstrainer. Let ook op of de crosstrainer waterpas gesteld kan worden. Kogellagers en onderhoud. De kwaliteit van een crosstrainer wordt mede bepaald door de aanwezigheid van kogellagers. Crosstrainers met kogellagers zullen altijd soepel blijven draaien en zorgen dat de crosstrainer fluisterstil is. Alle crosstrainers van Betersport zijn zelfs voorzien van dubbele kogellagers. Crosstrainers met kogellagers vergen weinig onderhoud. Om de draaiende delen soepel en geruisloos te houden, spuit u deze delen eens per 100 gebruiksuren in met siliconenspray. Het opbergen. Doordat de meeste crosstrainers voorzien zijn van transportwieltjes, is de crosstrainer eenvoudig op te bergen.